Hey daar, leuk dat je er bent. Ik ben Thias en dit is WikiWeetjes. Met deze keer een aantal weetjes over het Amsterdam-Rijnkanaal. Het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt het IJ in Amsterdam met de Waal bij Tiel. En hiermee ook de Amsterdamse haven met het Ruhrgebied in Duitsland. Het kanaal moest aangelegd worden omdat het in 1892 in gebruik genomen Merwede-kanaal niet meer aan de eisen van die tijd voldeed. Er waren verschillende varianten van de kanaalverbinding. Maar de gemeente Amsterdam en Utrecht konden het moeilijk eens worden met elkaar. Uiteindelijk werd voor het plan van Anton Mussert gekozen, die hoofdingenieur van de Utrechtse Waterstaat was. In 1931 werd gestart met de aanleg van het kanaal. Maar de aanleg werd door de crisis van de jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog erg vertraagd. Hierdoor werd het gedeelte tussen Utrecht en het Lekkanaal al in augustus 1938 in gebruik genomen. En werd het hele Amsterdam-Rijnkanaal op 21 mei 1952 pas officieel geopend door koningin Juliana. Over het kanaal liggen 37 bruggen en de Piet Heintunnel gaat onder het kanaal door. Ook vaart er een veerpont tussen Nieuwerter A en Breukelen. Per jaar varen ruim 100.000 schepen over het 72 kilometer lange kanaal, waarmee het drukst bevaren kanaal ter wereld is. En dat was het voor deze keer. Wiki, wil je ook wat weten? Laat het dan weten in de comments en misschien maak ik er een video over. Blijf ons volgen op social media, want daar vind je vanmiddag nog veel meer Wiki-weetjes. Deel deze kennis met je vrienden en laat ook nog even een like achter, want dat helpt enorm. Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende Wiki-weetjes. Hoi!